FabLab Erpenmeren beschikt over twee lasersnijders. De kleine hobbylaser heeft een snijoppervlak van ongeveer 30 bij 50 centimeter en is met een vermogen van 40 watt vooral geschikt voor het snijden van papier, karton of hout met een dikte van maximaal 3 mm. De grote lasercutter heeft een snijoppervlak van 90 bij 120 centimeter en kan met een vermogen van 90 watt snijden door hout van maximaal 8 mm dik of acrylaat met een dikte van maximaal 6 mm. Wij maken de ontwerptekeningen meestal met Inkscape. Dit is een toegankelijk en gratis tekenpakket waarmee je vectortekeningen kan maken. Het staat je natuurlijk vrij om een ander vectortekenpakket te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Illustrator of AutoCAD. Maar let er dan op dat je je tekeningen opslaat in het PDF-formaat. Vanuit Inkscape kan je je ontwerpbestanden doorsturen naar Retina Engrave, de software van de laser. Op basis van de gebruikte kleuren in je ontwerptekening kan in Retina Engrave ingesteld worden wat gegraveerd, gesneden of gerasterd moet worden. Wij gebruiken rode lijnen in het ontwerp om snijlijnen aan te duiden, blauwe lijnen zullen gegraveerd worden en vullingen worden met een zwarte kleur gerasterd. Het verschil tussen snijden en graveren wordt bepaald door het verschil in speed en power van de laser. Om een lijn te graveren mag de snelheid van de laser hoog zijn en nemen we een zeer laag vermogen. De laser zal dan ook snel over het materiaal bewegen en heeft door het lage vermogen enkel genoeg kracht om het bovenste oppervlak van het materiaal in te branden. Om te snijden daarentegen nemen we een hoog vermogen en ook een lagere snelheid. Hierdoor heeft de opgewekte laserstraal genoeg kracht en tijd om volledig door het plaatmateriaal te branden. De exacte instellingen van de power- en speedparameters hangen af van het soort materiaal en de dikte ervan. Je vindt op onze website een aantal richtwaarden terug, maar het is een goede gewoonte om vooraf even een klein stukje te testen. Zeker als je een grote en lange opdracht wil starten. Het cijfer bij order bepaalt de volgorde van de bewerkingen. Het is verstandig om eerst te rasteren en te graveren en pas op het einde te snijden. Zo vermijd je dat de gegraveerde tekst of tekeningen schuin komen te staan op uitgesneden en losgekomen plaatmateriaal. Snijden en graveren zijn relatief snelle bewerkingen. Het rasteren daarentegen kan een zeer tijdrovend proces zijn. Bij rasteren wordt het oppervlak van het materiaal weggebrand. Dit wordt meestal gedaan bij logo's of foto's. Geef de oppervlakken die je wil rasteren best een vulling met een zwarte kleur. Dit zorgt voor een duidelijker contrast met de snij- en graveerlijnen en zal het kiezen van de juiste rasterinstellingen vereenvoudigen. Als de tekening in Retina Engrave correct ingesteld staat, kan men verbinding maken met de gekozen lasersnijder. Het is belangrijk dat de laser en de laptop zich in hetzelfde netwerk bevinden. Let er dus op dat je met het netwerk van het FabLab zelf verbonden bent. Als je de lasercutter aanzet, zie je op het display een IP-adres verschijnen. Vooral de laatste drie cijfers hiervan zijn belangrijk. Klik in Retina Engrave links onderaan op de pijl om de verbinding met de lasersnijder te maken. Als deze succesvol tot stand werd gebracht, verschijnt het IP-adres van de lasersnijder in de linker benedenhoek van de software. Vervolgens leggen we het gekozen plaatmateriaal zo vlak mogelijk op het bed van de laser en stellen we de focus correct in. Het juist instellen van de focus met behulp van de afstandsmaat is absoluut noodzakelijk om een goed eindresultaat te bekomen. Eens deze voorbereidingen achter de rug, kunnen we de randapparatuur inschakelen. Deze bestaat uit een luchtpomp die extra zuurstof toevoegt en zo zorgt voor een betere verbranding, een waterkoeler die koelt de laserbuis af en een rookfilter die de verbrandingsgassen wegzuigt en filtert. Ten slotte kunnen we de laseropdracht starten door in Retina Engrave op het groene driehoekje te klikken. Krijgen we de boodschap dat de opdracht niet gestart kan worden omdat de laser niet gehomed is, dan kan je dit best eerst doen. Dit kan eenvoudig door in Retina Engrave op het huisje te klikken. Na het homen kan je de opdracht starten.